Tussen 10:30 en 11:30 gingen vrijdagmorgen 130 roeisloepen van start voor de 36e Harlingen ter Schelling roeireis. De uren voor de start steeg de spanning met de seconde. De sloepen worden geprepareerd, de roeiers eten een stevige maaltijd en de proviant in de sloep wordt dan op makkelijk bereikbare plaatsen binnen handbereik vastgemaakt. Het is één groot gekrioel van roeiers, supporters, officials en belangstellenden. Wij gaan roeien op het pad van Harlingen naar Ter Schelling. Wie wil roeien, roeit maar mee van Harlingen naar Ter Schelling. Sloepen vol, de riemen vast van Harlingen naar Ter Schelling. Recht door zee op volle kracht van Harlingen naar Ter Schelling. Wie een snelle sloep heeft, vertrekt als laatste en de logge, zware sloepen komen het eerst aan de start. Herenteams en damesteams met 6 tot 14 roeiers. Zo kan het gebeuren dat de logge sloep de Tobbe met 6 meiden uit Harlingen bij de eerste start en om 10:30 naast het 14 man tellende herenteam de Zeeolifant uit Delfzijl van start gaat. Wij gaan roeien op het pad van Harlingen naar Ter Schelling. Wie wil roeien, roeit maar mee van Harlingen naar Ter Schelling. Sloepen vol, de riemen vast van Harlingen naar Ter Schelling. Recht door zee op volle kracht van Harlingen naar Ter Schelling. En dan begint het afroepen van de namen en de startnummers. Speaker Theo Kalksma doorspekt zijn startprocedure met onvervalste Harlingen humor. Er wordt afgeteld. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Het startschot valt en de 36e HT-race is begonnen. In totaal valt het startschot 13 keer. Om de 5 minuten vertrekken 10 sloepen voor een tocht van afzien, rauw zitvlees en vooral veel blaren op de handen van Harlingen naar Ter Schelling. Wie wil roeien, roeit maar mee van Harlingen naar Ter Schelling. Sloepen vol, de riemen vast van Harlingen naar Ter Schelling. Recht door zee op... Wie de winnaar is, dat weten de deelnemers pas zaterdagavond. En in de loop van zondagmorgen verschijnen de officiële uitslaglijsten op internet. Ter Schelling weet dat je die bemanningen van de 130 schepen met alle supporters van de volgschepen zo lang mogelijk op het eiland moet houden. Want dat is natuurlijk gouden handel. Ter Schelling, sloepen vol, de riemen vast, van Harlingen naar Ter Schelling. Leg door zee op volle kracht, van Harlingen naar Ter Schelling. Leg door zee op volle kracht, van Harlingen naar Ter Schelling.